Heideweek. En als je kijkt wat jij al voor de Heideweek al jaren hebt gedaan. En een onderdeel voor de Vlegeldag. Als je ziet bij welke initiatieven je bent betrokken geweest in het verleden. Om Bennekom op de kaart te krijgen. Vind ik het meer dan verdiend dat jij die gouden vlegel krijgt opgespeld. Je mag erin delen, denken of zij deze grote onderscheiding wil opspelden bij Gert-Jan Koster. Gert-Jan, dan ga ik je een hele diepgravende vraag stellen. Ja. Hoe voel je je nou? Ik ben ontroerd. Gefeliciteerd. Ja. Dank je voor de uitleg van wat je hier mee bent. Gert-Jan, ben je verrast? Ik ben buitengewoon verrast. En je zei net dat je ontroerd bent? Sorry? Je zei net dat je ontroerd bent. Nou, ik ben geroerd, ja. Dat is niet helemaal niet verwacht. Ja. Dus, had je dit verwacht? Ben jij trots, Kees? En hoe lang ben je al betrokken bij de Vlegeldag? Nou, ja, door mijn werk vanaf het begin af aan. Ja. Van het begin af aan. Ja. En hoe lang is dat dan al? Dat is nu hoeveelste keer? Dat weet ik niet eens. Oh. 26. Ja. Nou, ik wens je in ieder geval een hele prettige dag van en geniet ervan. Dankjewel. Maak vandaag een interview. Dus heb je nu vast het filmen. Nou. Ja, die kun je. En ik kan ook niet meer nemen. Kun je me vertellen wat je allemaal te koop hebt op de kraam? Jassen, auto, vrachtwagen, en heb je al wat verkocht? Ja. Ja, al veel? Ja, en is het de eerste keer dat je op deze rommelmarkt staat? Ja? Nou, ik wens je heel veel succes vandaag met de verkoop. Ik hoop dat je veel centjes binnenhaalt.